Hier staan de namen. Ieder jaar lezen wij de namen van de doden. De naam waarmee zij gekend werden. Waarmee zij geroepen werden. Hun eigen naam, hun vaders naam, staat nu in steen gegrift. Zij lieten het leven door een mijn in een weiland, door het vuur van de brand, de kracht van de kogel, de scherf van een granaat of ergens ver weg in een kamp. Het was immers een tijd van strijd en verzet. Zij werden geraakt, getroffen, gedood. Want oorlog was om hen heen. Hun lichamen zijn vergaan in de aarde. Herinneringen vervlogen in de tijd. Nu nog slechts hun naam. En wij hier, wij die mogen leven in vrijheid, die de doden gedenken en de vrede vieren. Aan ons, het is aan ons die vrede te behoeden en te bewaren. In ons land, in ons dorp, in onze wijk en onze straat. In ons huis en in ons hart. Dat we weten hoe kostbaar het leven is in vrede en vrijheid. En vrede en vrijheid geef je door in wederkerigheid. Ja, lekker hoor, ik gedaan. Maar voor joker, hè? Bevalt het hier? Prima. Ja? We hebben net heerlijk gegeten. Het is gewoon gezellig. Oké, okay. Blijf je de hele middag staan? Wat denk je zelf? Wat denk jij zelf? In Nederland zijn we begonnen met klompjes maken. Wij waren de eerste. Yes. 800 jaar geleden. En we zijn begonnen met klompen maken omdat er was een reden voor, geld. In die tijd, in de middeleeuwen was het dus, hè, 1200, 1300, toen waren er leren schoenen te koop, maar leren schoenen waren ontzettend duur. En een heleboel mensen, de meeste mensen, hadden geen geld om die leren schoenen te kopen. Dus die dachten, nou, op een gegeven moment, we kunnen die leren schoenen ook wel namaken in hout. Hout is een stuk goedkoper. Dat hebben ze gedaan, maar wat ze toen ook hebben gedaan, is die leren flappen en de veters en de rimpeltjes van het leer op de klomp schilderen. Iedereen!
Goedemorgen Annie. Goedemorgen. Vertel, wat vind je van de route? Hartstikke mooi. Ja, het weer. Mooi rondje rond Nijkerk. Oké, okay, top. En het weer zit iets tegen? Of nou, zeg je van, geef niet? Valt wel mee. Als het heet is, dan zitten we ook te klagen. Dus, Oké. Sommige mensen weten, is het Eburgo een aangevende stoplak. Het is heeft 11 seizoenen uiteindelijk gespeeld, ook nog 1-1. We hebben het uitgezocht en we hebben diep in de statistieken gekeken wat hij allemaal heeft behaald en wat hij allemaal heeft gedaan. Ik heb er even een lijst van gemaakt, Wilco, want echt, het is een behoorlijk lijstje. Oké, klasse.